Rob Geus, bekend van de iconische televisieshow De Smaakpolitie, heeft zich in de rij van critici van Calvijn gevoegd. Geus vindt de populaire YouTube-figuur, die momenteel de presentatie van ja of nee op zich neemt, alles behalve geschik. Hij heeft totaal geen charisma, merkt Rob op. Calvijn, die zich met een flinke dosis arrogantie door het medialandschap beweegt, mag dan wel geliefd zijn bij kinderen, maar zijn prestaties op televisie blijven achter. Hij lijkt echter totaal ongevoelig voor zijn lage kijkcijfers en doet alsof deze hem niet raken. Angela de Jong vraagt zich intussen af waarom Calvijn steeds weer kansen krijgt bij SBS 6. In zijn rol als presentator van Ja of Nee, een show die volgens velen een afgeleide is van het legendarische wedden dat? Van Jos Brink, is Calvijn onder de loep genomen. Rob Geus stelt dat het belangrijk is om een ander type presentator te kiezen voor een programma dat zo sterk leunt op een iconisch verleden. In een interview met Story zegt Geus: Voor ja of nee zou ik iemand als Rolf Wouters hebben aangetrokken, iemand met meer charisma en ervaring. Actrice Bobby Ede sluit zich bij de kritiek aan en uit haar zorgen over de mogelijke hoge kosten die met Calfijn gepaard zijn gegaan. Ik wil wedden dat een groot deel van het budget is besteed aan presentatoren, waardoor er misschien niet genoeg geld over was om de licentie voor het Duitse wetten, Das, te kopen. Mijn gevoel zegt me dat we deze show al snel weer vergeten zullen zijn. Misschien is dat zelfs beter, al dus Ede in Story. Dries Roelvink, die ook deel uitmaakt van het BNR-panel, denkt dat we ons moeten aanpassen aan nieuwe gezichten zoals Calfijn. Hij merkt op dat Jos Brink een uitzonderlijke presentator was, en dat het hedendaagse medialandschap niet langer dergelijke toptalenten biedt. We missen de klasse en het talent van grootheden als Jos Brink, Koos Postema en Ron Brandsteder, zegt Roelvink. Het lijkt erop dat de televisiewereld een moeilijke tijd doormaakt als het gaat om het vinden van sterke presentatoren die de traditie van de vorige generatie kunnen voortzetten.